En ik heet natuurlijk iedereen van harte welkom. En aan de orde zijn de mondelinge vragen. En we beginnen vandaag met de vraag van mevrouw Beckerman namens de SP aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, die ik van harte welkom heet. En de vraag gaat over het terugvorderen van vergoedingen in aardbevingsgebied Groningen. Mevrouw Beckerman namens de SP. Gisteren heb ik een dag geluisterd naar de verhoren in de ondervraging in de toeslagenaffaire. Het levert een gitzwart beeld op van de staat van onze rechtsstaat. Al jaren kon het kabinet het weten. Keer op keer zeggen ze: ik heb het niet geweten. Ik heb er geen herinnering aan. Kamervragen werden idioot beantwoord. Waar ja werd gezegd, had nee moeten staan. En ondertussen werden mensenlevens vermorzeld, mensen compleet de vernieling ingeholpen. Net als dat mensen in mijn geliefde Groningen al jaren door de staat vermorzeld worden. En precies tijdens het verhoor van minister Wiebes kwam het nieuws naar buiten. Er is een fout gemaakt door de staat bij de schadeloosstelling waardedaling Groningen. En wat willen ze nu doen? Terugvorderen bij de gedupeerden. Die geen enkele fout hebben gemaakt. De fout ligt bij de staat. Maar er wordt wel 200 miljoen teruggevorderd. Teruggevorderd bij de gedupeerden. Na 5 jaar juridische strijd wonnen Groningers in 2018 ook in hoger beroep hun zaak. Waardedaling moest vergoed worden. En pas net is de staat begonnen met uitbetalen na al die jaren. En nu gaat het al gigantisch mis. Mensen die helemaal niets krijgen. Mensen die veel te weinig krijgen. Mensen die iets krijgen wat nu weer teruggevorderd gaat worden. Een nieuwe ramp binnen de ramp. We hebben helemaal niets aan spijt over een paar jaar. Ik zou allereerst willen weten: erkent de minister dat het gigantisch misgaat? Gaat u vandaag ingrijpen? Zorgt u vandaag dat er geen terugvorderingen zullen plaatsvinden? Dan geef ik nu het woord. Oh, u was nog niet klaar? Nee? Klaar. Dan geef ik nu het woord aan de minister. Ja. Ja, voorzitter, de informatie van mevrouw Beckerman klopt bijna helemaal. Er is ongeveer 1,5 week geleden een fout gemaakt in de overdracht van gegevens tussen de ene uitvoerder en de andere, inderdaad namens de staat. Die procedure is inmiddels aangepast en is nu robuuster. Ik heb de afgelopen periode is daar met de IMG over gesproken. En ik heb IMG een regeling aangeboden om dit niet te hoeven terugvorderen. En de dragende motivering daarvan is dat het hier gaat om een heel geïsoleerde groep. Een fout die hopelijk eenmalig is, waarbij ook verwachtingen kunnen zijn ontstaan. En er is het ferme voornemen waar ik naar verwijs van mevrouw Ollongen en mij om geen nieuwe onduidelijkheid in het gebied te creëren en geen verwachtingen te creëren om die vervolgens niet na te komen. Dus wij voelen ons gehouden in overleg met de IMG om dit inderdaad zo te laten. Daarbij gaat het overigens niet om het genoemde bedrag van mevrouw Beckerman, maar om een ander bedrag. Maar dat doet aan haar oproep niks af. Mevrouw Beckerman. Voorzitter, geen terugvorderingen, dat is allereerst heel goed nieuws. Maar ik heb ze ook hier. Een stapel verhalen van Groningers die in de verdrukking komen door de waardedalingsregeling. Mensen die eerder een schijntje van de waardedaling vergoed kregen door de NAM. Ze betalen nu nog schulden af van soms tienduizenden euro's en ze komen niet in aanmerking voor de nieuwe regeling. Terwijl hun huis kapot is en minder waard door de gaswinning van de staat. Voorzitter, en ik heb ze hier, verhalen van mensen die jaren in een onveilig huis woonden. Het werd gesloopt, nieuw gebouwd of het wordt nog gesloopt. En ze krijgen nu niet terug wat ze hadden. Ze krijgen hun schade niet vergoed. Ja, en ik heb ze hier, mensen, verhalen van mensen die nog steeds in een kapot huis wonen. En nu veel te weinig waardedaling vergoed krijgen. Voorzitter, het gaat niet alleen om de individuele groep. Het gaat om tienduizenden Groningers. Voorzitter, ik weet, dit vak is een soort Bermuda-driehoek waar rapporten in verdwijnen, maar ik zou ze toch heel graag aan de minister willen geven. Als u ze niet meer herinnert, bestaan ze nog wel. En u vragen, de waardedaling die wordt nu uitbetaald. Maar het is volstrekt onduidelijk, en de minister gaf dat net ook al toe, wat de regels zijn. Ze staan nergens.
En ze veranderen tussentijds. De minister zei het net zelf letterlijk. Voorzitter, zijn er regels? Zo ja, stuur die dan vandaag alsjeblieft nog naar de Kamer. Zijn ze er niet? Hoe kan dat dan? Hoe kun je nou uiteindelijk die waardedaling vergoeden als er geen regels zijn? En als die regels tussentijds weer veranderen? De minister. Nou, voorzitter, de insinuaties in de vraagstelling waren niet zo nodig. Ik heb in het vorige AO aangeboden aan de Kamer om naar specifieke gevallen te kijken. Die zijn mij ook zeer breed van zeer veel kanten aangedragen. Of deze al waren aangedragen of dat nu komt, dat weet ik niet. Maar in elk geval dank daarvoor. De regels waren inderdaad, en daarom zijn deze aanvragen gedaan, in het begin niet duidelijk genoeg vermeld. Er is een brochure geweest die achteraf gezien niet helder genoeg was. De regels zijn nu duidelijk vermeld. Die zijn er, die zijn ook begrijpelijk, die zijn onderbouwd. En die hebben destijds ook voorgelegen in de debatten die we daarover hebben gehad in de Kamer. Die regels zijn nu voor iedereen hopelijk duidelijker. Ja. Tot slot, mevrouw Beckerman. Ja, voorzitter, de minister zegt, ja, de regels zijn nu duidelijk, maar gaat niet in op mijn specifieke vragen. Is de minister nog steeds van mening dat mensen die eerder te weinig kregen van de NAM alsnog niet in aanmerking komen? Is de minister nog steeds van mening dat de waardedalingsregeling zoals die er nu is goed genoeg is? Terwijl we weten dat mensen met een ernstig beschadigd huis weinig krijgen? En is de minister nog steeds van mening dat mensen die in een sloop nieuwbouwtraject zitten of zaten niet in aanmerking moeten komen? De minister. Nou, voorzitter, de toezeggingen die ik vorige keer heb gedaan, die ben ik nog steeds van mening dat er goede toezeggingen zijn. En die kent mevrouw Beckerman. Het is zo dat waardedaling daar wordt uitgekeerd waar waardedaling is. Zo zit de regeling in elkaar. Er zijn andere regelingen die weer andere doelen hebben. Maar deze heeft tot regeling tot doel waardedaling. In de meeste gevallen is een huis wat nieuwbouw heeft geregeld waardestijging. Maar daar waar dat niet het geval is, kan op basis van de WOZ-waarde dat alsnog worden aangevraagd. Dat recht vervliegt niet. Mensen die waardedaling hebben, waardedaling is schade. Mensen die waardedaling hebben, krijgen een vergoeding voor waardedaling. Ja, dank u wel, mevrouw Beckerman. Mevrouw Bromet, namens GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik had willen vragen naar aanleiding van dit vragenuur. Wat gebeurt er als je geld hebt overgemaakt gekregen van de overheid in verband met waardedaling en je denkt, nou, ik los mijn hypotheken mee af, want dan ben ik weer safe. Ik ben heel blij dat de minister eigenlijk zegt, het gaat niet gebeuren. Er wordt geen geld teruggevorderd. Heel goed dat hij ingrijpt, maar het is wel een soort laatste redmiddel dat de minister zelf moet ingrijpen bij iets wat meteen bij aanvang al fout gaat. Is het nou goed geregeld of moet de minister nog 4 of 5 keer in gaan grijpen in een later stadium? De minister. Nou, kijk, als het nodig is, dan doe ik dat als die signalen er zijn en als er aanleiding toe is. En dit was het ongeveer 10 dagen geleden, werd dat helder, is over gesproken. En dit lijkt de beste oplossing. Het is geen fraaie oplossing, maar het is denk ik de beste oplossing. Maar we moeten wel beseffen dat we natuurlijk leven in een democratie waar overheidsgeld alleen maar binnen bepaalde kaders kan worden besteed. En dat is ook in het belang van de Kamer, omdat er een democratisch mandaat nodig is om geld te kunnen besteden, publiek geld. Dus op een zeker moment kom je tegen kaders aan. En bestuur betekent dat je die kaders onderkent, maar in een enkel geval waarin de kaders niet meer werken, daar een ander besluit over neemt en daar dan weer transparant over bent naar de democratie en naar de controlerende macht. En dat is wat ik probeer te doen. Ja. Mevrouw Agnes Mulder namens het CDA. Ja, voorzitter, dank. Dank ook voor de helderheid die de minister hier vandaag geeft voor de mensen die sloopnieuwbouw hebben, dat ze niet terug hoeven te betalen. Want de mensen zaten in de rats, kan ik u vertellen. En ik snap dat heel erg goed. Dus ik ben erg blij met deze uitkomst. Maar voorzitter, ik krijg signalen dat niet alleen zou gelden voor deze groep mensen, maar ook voor mensen die een versterking hebben. En wil de minister dan diezelfde duidelijkheid ook naar die mensen geven vandaag hier? De minister. Nou, voorzitter, we hebben mensen die een versterking hebben, zijn ze natuurlijk, hebben ook recht op waardedalingsvergoeding. Als de suggestie is dat daar iets zou zijn misgegaan, dan heeft mevrouw Mulder informatie die ik op dit moment niet heb. Dan ga ik daarnaar kijken. Maar het is niet zo dat mensen wie huis versterkt wordt, geen recht zouden hebben op waardedalingsvergoeding.
De heer Nijboer namens de PvdA. Ja, voorzitter. Dat dit een enorme jamboe is geworden, daar hoeven we geen discussie over te voeren. Ik vraag de minister aandacht voor de mails die wij aan hem hebben gestuurd. Na het vorige debat zei hij van ja, mensen met problemen met die waardedaling, die kunnen zich wel bij mij terecht via u. En ik heb vele mails gehad, en ik denk ook mijn collega's, van mensen die schadevergoeding hebben geaccepteerd, met de NAM helemaal in de problemen zaten, eindeloos geprocedeerd. Sommige mensen waren ziek, moesten noodgedwongen het huis uit en nu niet die waardedalingsregeling krijgen die anderen krijgen. Is de minister nou eindelijk bereid om die zekerheid ook voor die mensen te bieden, waar hier ook een verkeerde keuze was gemaakt, die vandaag wordt rechtgezet? Is de minister bereid dat ook voor die groep te doen? Nou, voorzitter, ik val terug op mijn toezegging. Ik ben die gevallen serieus aan het bestuderen. Dat heb ik ook toegezegd, precies langs die lijnen. Er zijn mij van verschillende kanten echt zeer veel Kamerleden voorbeelden aangereikt van mensen die benadeeld zouden zijn. Ik kijk er serieus naar en ik probeer mijzelf een oordeel te vormen. Maar ik hecht er wel aan om te melden dat de twee medewetgevers, Kamer en kabinet, er een wet hebben gemaakt die het de IMG in principe verbiedt om dit te doen. Daar kijken we naar. Ik heb welwillend gezegd, ik zie of er een probleem is. Maar dat is waar ik sta. En er zijn mij vele gevallen aangereikt, waarvoor dank. Maar de toezegging was, ik ga die serieus bestuderen. En ik vorm daar ook zelf een eindoordeel over. Ja. Dat is wat ik aan het doen ben. Ik wil even afstand nemen van het woord janboel. Er zijn hier organisaties die in Groningen, voor huishoudens in Groningen, regelingen uitvoeren. Daar is van de waardedalingsregeling tot nu toe 0,5% fout gegaan. Daar hebben mensen meer gekregen in plaats van minder. Ik vind het niet ordentelijk om deze mensen die daar in Groningen hard voor aan het werk zijn te confronteren met het woord janboel. Ik wil daar graag afstand van nemen. De heer Nijboer kiest zijn eigen woorden, maar daar wordt vreselijk hard gewerkt om de toezeggingen na te komen die er zijn gedaan. De heer Stoffert namens de SGP. Ja, voorzitter. Dat er hard gewerkt wordt, dat betwijfel ik niet. Maar als je dit zo hoort, dan denk je, hier gaat het niet goed. Nu was ik afgelopen vrijdag in Groningen, dus dit stapelt daar een keer bovenop, bij een aantal agrariërs. En er was bijvoorbeeld één, de familie Dekens in Sint-Anne. Echt, als je het ziet, verschrikkelijk. Kijk, bekend bij mevrouw Beckerman, zie ik. Die liet mij een rapport zien voor hun stal. Met hun woning lijkt het nu goed te komen. Met de stal, zulke rapporten, de hele De mestkelder gewoon helemaal opgedreven en kapot en van alles staat er doorheen. Wat kregen ze naar aanleiding van deze rapporten? €72. Ik dacht dat ik het niet goed verstond. Ik dacht misschien 72.000, maar €72. Mijn vraag is, heeft de minister het gevoel dat dit goed gaat? De minister. Voorzitter, het is erg ingewikkeld om hier geconfronteerd te worden met een situatie waar ik dan alleen de naam van krijg en de sector. En dan moet beoordelen of dit goed gaat. Ik weet dat niet, ik kan dat niet beoordelen. Ik weet ook niet of het vragenuurtje de beste plek is om casuïstiek. Voorbeelden op basis waarvan ik zelf af en toe kan zien of iets goed gaat of niet. Maar dit is voor mij onmogelijk te beoordelen. De heer Stoffer. Voorzitter, ik noem natuurlijk één specifieke situatie om te laten zien van hoe het ongeveer gaat. We zijn ook bij anderen geweest. Eigenlijk is mijn vraag, heeft de minister het gevoel dat bij woningen gebeurt nu wat? Dat gaat wellicht niet helemaal goed, maar in ieder geval is het wel op gang. Als je kijkt naar de agrarische sector, ja, ik heb er nu één voorbeeld uitgepakt. Ik had nog een tweede waar we ook op bezoek waren. We hebben er nog een aantal gezien vanuit de groep die hiermee bezig is. En ja, mijn gevoel is dat dit gewoon niet goed gaat, niet scherp gaat. Maar als je dan elke keer, want we hebben meerdere dossiers, en allemaal zulke rapporten en er komt heel weinig uit. En dan wat er gezegd werd is 80% bureaucratie, 20% komt naar de mensen toe. Ja. En ik snap hoe het kan gebeuren. Ik kom zelf uit een ambtelijke organisatie waar ook wel eens iets gebeurt dat je denkt, hoe kan het bestaan? Maar mijn vraag is of de minister het om wil buigen, of die zich in wil zetten die komende maanden om er dan 20% bureaucratie en 80% dingen voor de mensen van Dank te maken. Wel. En dan heb ik liever meneer dat het een keer Stoffer. Wat naar buiten, dat er iets te veel naar de mensen gaat zoals net werd aangegeven, nee. Maar niet alles in ambtenarij, adviesbureaus enzovoort. Daar zit mijn vraag. Ja, maar dat was helemaal geen vraag, het was een hele lange inleiding. Nee, voorzitter. Dit is nog een stukje kleuring. Mijn vraag is of de minister het om wil buigen naar Nee, u gaat het niet nog een keer vertellen. Nee? De minister heeft het Maar ik denk gehoord. Dat de minister mijn vraag toch wel heeft gehoord. Nee, meneer Stoffert. Het moet echt 30 seconden. Ja, de minister. Voorzitter, deze vraag is in het vorige AO door verschillende leden gesteld. Mogelijkerwijs niet door de heer Stoffer, maar wel door anderen die daar achter zitten en die nu hevig zitten te knikken. En ik gun hen de eer dat ik hen heb toegezegd dat er allerlei trajecten lopen en dat wij daar duidelijkheid over moeten hebben. Ja, dat heb ik toegezegd aan de enkele collega's, of moet ik zeggen ambtsgenoten van de heer Stoffer. Meneer Stoffer, wat is er met u vandaag aan de hand? Nee,
Twee vragen. En u heeft echt twee vragen gesteld. En dat geldt niet alleen voor u, dat geldt voor iedereen. Dan ga ik naar mevrouw Beckerman. En dat weet u wel. Daarom vraag ik, wat is er aan de hand? Ja, goed. Voorzitter, maar ik snap wel dat de heer Stoffer hoog zit. En het is natuurlijk, voorzitter, het is een opluchting voor de groep waar nu toegezegd wordt dat u niet wordt teruggevorderd. En dat is een mooie stap, voorzitter. Maar ik gun al die Groningers die opluchting, voorzitter. En bijvoorbeeld de groep die 10.000 euro's aan schulden heeft omdat ze een schijntje hebben gekregen van de NAM en nu niet in aanmerking komen voor de regeling, daar strijden we ook al jaren voor. De minister kan hier niet staan en zeggen, ja, daar ga ik nu eens rustig naar kijken, dat zijn nieuwe gevallen. Voorzitter, vorig jaar al heb ik samen met collega's daar een motie over ingediend. Compenseer die mensen alstublieft, voorzitter. En als de minister u vandaag niet wil zeggen, via de voorzitter, als de minister niet wil zeggen wanneer die daarna zou willen kijken, zou ik toch heel graag willen weten wanneer dan wel. Wanneer kan de Kamer hier uitsluiting over krijgen? Kunnen we daar dit jaar nog een debat over hebben? Want wij gunnen al die gedupeerden die al jaren strijden een oplossing. Voorzitter, ik heb daar nog geen termijn voor. Maar ik heb net weer nieuwe voorbeelden gekregen. Ook daar ga ik naar kijken. Er ligt inmiddels een hele stapel. Ik kan nu moeilijk schatten over wanneer ik daar doorheen ben. Daar heb ik ook hulp bij van allerlei mensen die daar heel veel verstand van hebben. Ik heb een toezegging gedaan in het AO en die kom ik na. Is goed, dank u wel. Dank u wel. Dan gaan we nu naar de volgende vraag. Maar dan wachten we heel even totdat de minister van VWS aanwezig is. Dan geef ik nu het woord aan de heer Bisschop namens de SGP voor zijn vraag over regels voor euthanasie op ernstig dementerenden. En de vraag wordt gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die ik van harte welkom heet. De heer Bisschop. Voorzitter, dank u wel. U vroeg zich net bezorgd af wat er met collega Stoffer aan de hand was. Maar ik denk dat ik een begin van verklaring heb. Namelijk, onze fractievoorzitter zit in quarantaine thuis, dus die is niet aanwezig. Nou, dan toeziend oog, hem, het oog van de meester. Ja, dan wens ik hem beterschap. Ja, gelukkig heeft u zelf het niet, maar vanwege zijn familie. Mevrouw de voorzitter, de SGP huivert van het gemak waarmee regels om het leven van ouderen te beëindigen keer op keer worden verruimd. Het gaat hier om mensen die kwetsbaar zijn, om en wils onbekwaam. Zonder dat ze duidelijk kunnen maken of ze willen sterven, beslist een ander voor hen. Voorzitter, wat zegt dit over hoe wij als samenleving naar mensen met dementie kijken? Wat denkt u dat dit doet met ouderen? Erkent de minister, dat is mijn eerste vraag, dan dat het leven van iedere ouder waardevol is en betekenisvol? Mevrouw de voorzitter, vorige week maakte de regionale toetsingscommissie euthanasie bekend, meervoud dan eigenlijk, dat de regels voor euthanasie bij mensen met dementie worden verruimd. Een direct gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad eerder dit jaar. Wat nu gebeurt, het stap voor stap oprekken van de euthanasiepraktijk, is precies waarom de SGP tegenstander was en is van de euthanasiewet. Het verbaast ons dat de toetsingscommissie de regels nu zomaar zelf kunnen verruimen zonder dat er verder een politieke afweging is gemaakt. Hoe is dat mogelijk? Het kabinet had na de Hoge Raad-uitspraak ook kunnen zeggen, we scherpen de wet aan. Waarom is daar niet voor gekozen? Was de minister, was het Openbaar Ministerie, waren de artsen betrokken bij de verruiming van deze verruiming van de regels? Dat zijn de vragen in de eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de minister. Voorzitter, dank u wel. Allereerst wensen we uiteraard Kees van der Staaij veel sterkte in deze quarantaineperiode. En dan ga ik graag in op de vragen die zijn gesteld door de heer Bisschop. Erkent de minister dat ieder leven waardevol en betekenisvol is? Uiteraard, voorzitter. Het is de basis van onze grondwet, dat is de basis van onze wetgeving. Uiteraard is dat het geval. Is er sprake dan van een wijziging die de RTE's hebben aangepast in de toepassing van de regels die te maken hebben met euthanasie? Nee, dat is niet het geval. U weet dat
u hier wetgever bent, medewetgever bent. Dus de regels die maken we hier in dit huis. En de wetsuitleg, dus de laatste interpretatie, die wordt gedaan door rechters en in dit geval door de Hoge Raad. En er is niets veranderd aan de regels. En in die zin herken ik me ook niet in de berichtgeving van vorige week dat de regels zouden zijn verruimd. Dat is namelijk niet het geval. De wetgeving is niet veranderd en ook de interpretatie is eigenlijk niet veranderd. Ik heb u daarover na omkomst van de uitspraak van de Hoge Raad op 2 juli al een brief doen toekomen. En dat staat. Wat is er dan wel veranderd? Nou, dat is de euthanasiecode. Die wordt gemaakt als een soort handreiking door de RTE's aan artsen. Ook eigenlijk als voorlichtingsmateriaal voor familieleden bijvoorbeeld. En dat is op een aantal punten aangepast aan de laatste uitspraken. Dus het is eigenlijk gegaan zoals het hoort. Namelijk, de wet is niet veranderd. De arresten geven op een aantal punten helderheid. Niet zozeer een verruiming, maar wel helderheid in de interpretatie van die wet en regelgeving. En op basis daarvan is de euthanasiecode aangepast. De heer Bisschop. Voorzitter, dank u wel. Ja, dat klinkt natuurlijk geruststellend. Er is niks veranderd, alleen de code is veranderd. Ja, dan is er dus een verandering doorgevoerd zonder dat daar politieke discussie over is geweest. Want we kunnen niet ontkennen dat de code een ruimere interpretatie geeft van de momenten waarop euthanasie toegepast kan worden dan tot op heden. En het is dan ook te gemakkelijk om te zeggen, de Hoge Raad heeft uitspraak gedaan en die is gewoon in regelgeving verankerd. Ik zou op zijn minst van de minister willen weten, en dat is ook de tweede vraag die ik in eerste termijn had gesteld. In hoeverre was de minister zelf, het Openbaar Ministerie en de huisartsen betrokken bij de verandering van deze regels? En mijn vraag concreet in tweede termijn aan de minister is dan ook, kan de minister toezeggen om de Kamer te informeren hoe hij zelf, het Openbaar Ministerie en de medische beroepsorganisaties, deze verruiming van de regels door de regionale toetsingscommissies beoordelen? Mevrouw de voorzitter, door deze verruiming zal de druk van familieleden op artsen toenemen om euthanasie toe te passen bij wils onbekwame mensen. Erkent de minister dit gevaar? Ik wijs op het manifest Niet stiekem bij dementie, dat door ruim 450 artsen werd ondertekend. Welke maatregelen neemt de minister om artsen tegen druk van familie te beschermen? Kan de minister toezeggen om in gesprek te gaan met de artsen van het manifest over hun zorgen en wat hij kan doen om hen te beschermen tegen druk om euthanasie toe te passen? Voorzitter, ik citeer een paar zinsneden uit dat manifest. Een advertentie in grote dagbladen, vorig jaar ondertekend door 450 artsen. Een citaat: een dodelijke injectie geven aan een patiënt met vergevorderde dementie op grond van een wilsverklaring aan iemand die niet kan bevestigen dat hij dood wil? Nee, dat gaan wij niet doen. Onze morele weerzin om het leven van een weerloos mens te beëindigen is te groot. Einde citaat. De minister. Ja. Voorzitter, allereerst, er is geen sprake van verruiming van regelgeving. De heer Bisschop herhaalt dat in zijn vraag, maar er is geen sprake van verruiming van regelgeving. Het is ook niet aan de RTE om zelfstandig regels te verruimen of niet. Dat is niet de rol van de RTE. De RTE moet toetsen aan de regels en u hier bepaalt die regels en uiteindelijk kan een rechter de interpretatie worden voorgelegd. Maar er is geen sprake van een verruiming van de regels. Ik denk dat dat goed is om dat misverstand weg te nemen, want anders zou dat blijven hangen. Dat zou niet goed zijn. Twee is, ik denk dat het goed is om heel precies te zijn in waar het hier over gaat. Het gaat hier over euthanasie bij mensen met dementie in een vergevorderd stadium. Dat komt bijna niet voor. Bijna niet wil zeggen in het afgelopen jaar 2 keer, in het jaar daarvoor 3 keer, in het jaar daarvoor ook 3 keer. Dus het is 2 à 3 keer per jaar. Het komt bijna niet voor. En dat heeft een reden. Dat het bijna niet voorkomt. Omdat je dan doorgaans niet voldoet aan de criteria waaraan euthanasie heeft te voldoen. Onder andere het criterium van dat het een vrijwillig en weloverwogen verzoek moet zijn. Dat is een van de toetsingscriteria waaraan moet worden voldaan. De vraag is, kan, en dat was de vraag die voorlag in de rechtszaal. De vraag is, kan een schriftelijke wilsverklaring de mondelinge uiting van iemands wil vervangen. Dus kan een schriftelijke wilsverklaring in de plaats komen van een mondelinge uiting van de wil.
De interpretatie die door het departement altijd is gegeven en ook in meerdere debatten ook te kennen is gegeven, is dat het antwoord op die vraag ja is onder een serie aan voorwaarden. En dat is eigenlijk ook wat de Hoge Raad heeft bevestigd. Dus ook om die reden zeg ik, er is geen verandering van regels opgetreden door de uitspraak van de Hoge Raad. Wat is geweest is dat aanvankelijk de RTE de uitvoeringspraktijk in deze casus als onzorgvuldig heeft gekwalificeerd en dat is voorgelegd aan de rechter en dat is vervolgens voorgelegd aan de Hoge Raad. Dus dat is wat aan de hand is geweest. Nou, RTE heeft dus die code veranderd, niet in de zin van een verruiming, maar in de zin van een verduidelijking. En uw vraag is, zou u bereid zijn om in gesprek te gaan met die groep van artsen die dat manifest heeft gemaakt? Uiteraard, ik ben altijd bereid om met een groep aan artsen in gesprek te gaan, maar ik denk dat ik het eigenlijk in die zin eens ben met deze groep artsen. Dat het inderdaad niet zo kan zijn dat familie artsen onder druk mag zetten. Dat is niet wat is toegestaan. Er bestaat ook geen recht op euthanasie. Dat is ook niet zoals de wetgeving in elkaar zit. En dat men terughoudend is bij het toepassen van euthanasie, bij mensen met vergevorderde dementie. Ja, dat is staande praktijk. En ik denk dat dat maar goed is ook. Tot slot, meneer Bisschop. Voorzitter, ik wil geen woordenspel aangaan. Een verruiming of niet, waar het ons om gaat is, wij signaleren hier een verruiming van de interpretatie van de regels. Inderdaad, de minister heeft gelijk als hij zegt, de regels worden niet verruimd. Oké. Ik had nog een andere vraag en daar zou ik ook graag een toezegging op willen hebben. Of de minister bereid is om de Kamer te informeren van de resultaten van de gesprekken met Openbaar Ministerie, medische beroepsorganisaties, zoals huisartsen enzovoorts, ten aanzien van deze aangepaste interpretatie. Dank u wel. Dank u wel. En ik heb een hele lijst, dus ik ga zo even de Kamerleden noemen die kunnen interrumperen. Ja, het antwoord op die vraag is eigenlijk vrij eenvoudig. Op 2 juli heb ik u een brief gestuurd waarin ik reageer op de uitspraak van de Hoge Raad en de implicaties daarvan. Dus daarmee heb ik eigenlijk al aan uw verzoek voldaan. En voor het overige zal ik in gesprek gaan met die groep die achter dat manifest zit. Dat doe ik graag en ik wil u best over de uitkomst daarvan informeren, uiteraard. Goed, dank u wel, meneer Bisschop. Dan heb ik mevrouw Sazias, mevrouw Ploemen, mevrouw Tellegen, mevrouw Pia Dijkstra, mevrouw Dick Faber en de heer Van der Molen. Mevrouw Sazias, namens 50+. Ja, voorzitter. Iemand die dementeert en die ernstig dementeert, die kan een enorme gedragsverandering ondergaan. En dat betekent onrust, angst, wantrouwen. Dat kan echt een ondraaglijk leven zijn. Maar nooit zonder schriftelijke wilsverklaring. Ook al komt die uit een tijdje eerder, uit een heldere tijd. En nou is een van de min of meer verruimingen die ik heb gelezen, is dat een schriftelijke wilsverklaring niet meer juridisch perfect in elkaar hoeft te zitten. En mijn vraag aan de minister is, wat betekent dat? De minister. Ja, ook weer even terug. Er is geen sprake van een verruiming. De Hoge Raad heeft zijn interpretatie gegeven van de toetsing aan regelgeving, zoals de RTE die heeft gedaan. En dat is voorgelegd aan eerste rechter, vervolgens de Hoge Raad. Er is geen sprake van verruiming van regelgeving. Ik blijf dat toch echt even zeggen. Wat heeft dan de rechter overwogen? Is, mag een arts in de beoordeling van iemands wil, in de beoordeling of er sprake is van een vrijwillig en wel overwogen verzoek tot euthanasie, mag een arts daar ook de context in meenemen? Dus mag een arts daar zijn eigen signalen in meenemen, het gesprek in meenemen met naasten en familie? En het antwoord op die vraag is ja. En dat wijst erop dat daar niet alleen maar op een hele juridische manier van heeft deze wilsverklaring ook voorzien in deze situatie naar de wilsverklaring hoeft te worden gekeken, maar ook op een bredere manier, een ruimere manier, die wilsverklaring in de context van de patiënt die voor de arts zit, worden gezien. En het antwoord op die vraag is ja, en dat is wat de rechter heeft overwogen, maar dat is een interpretatie van de regelgeving zoals die al gold en dat geen verruiming van de regels ten aanzien van de schriftelijke wilsverklaring. Ja, tweede vraag? Nee. Mevrouw Ploem, namens de PvdA.
Voorzitter, dank u wel. Ik voel een zeker ongemak om dit belangrijke en kwetsbare onderwerp te behandelen in de korte tijd die er is in een vragenuurtje. En ik voel een groot ongemak bij de wijze waarop de aanvrager van deze vraag de huidige situatie kenschetst. En daarom vond ik toch dat ik de minister nog eens even wat nader moest vragen. En dank voor zijn uitleg tot nu toe, die zorgvuldig en precies is. Er is dus op basis van de uitspraak van de Hoge Raad, is er een nadere duiding, in mijn woorden, verduidelijking van die euthanasiecode gekomen. Dat lijkt mij heel correct. En ik zou aan de minister willen vragen, worden er extra activiteiten, inspanningen voorzien om die verduidelijking ook te bespreken met de beroepsgroep en de belanghebbenden? Speelt het ministerie, speelt hij zelf daar een rol in, voorzitter? De minister. Niet anders dan dat wij altijd aanmoedigen, de RTE's aanmoedigen en daartoe ook in staat stellen om de euthanasiecode ook te delen. U weet dat we in de afgelopen jaren de informatieverstrekking ook hebben verbeterd rondom euthanasie. Dat wil zeggen dat de informatie beter vindbaar is op het internet, op rijksoverheid.nl. Dat de euthanasiecode ook proactief wordt verstrekt aan artsen. En dat wij daartoe ook de RTE's in staat stellen. En dat geldt hier ook voor. Okay. Dan heb ik mevrouw Tellegen en dan mevrouw Pia Dijkstra namens de VVD. Voorzitter, ik hoor de heer Bisschop, maar ook mevrouw Sazias praten over verruiming van de regels van euthanasie bij dementie. En ik vind dat kwalijk, want zoals ik het zie en gelukkig ook bevestigd door de minister, zijn de regionale toetsingscommissies louter en alleen bezig met een vertaalslag vanuit de uitspraak van de Hoge Raad voor de artsen en patiënten. En daar is heel veel behoefte aan. Meer duidelijkheid over die schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie bij demente mensen. En mijn vraag is dan ook, en die vraag heb ik de minister ook in het laatste debat dat wij hadden gesteld. Hoe staat het met mijn verzoek aan de minister om werk te gaan maken van een beroepsmogelijkheid bij die regionale toetsingscommissies? Weet u al hoe ver u daarmee bent? Omdat dat een mogelijkheid is voor artsen om in een omgeving van meer comfort getoetst te worden dan zoals dat in de rechtszaak is gebeurd de afgelopen 4 jaar. De minister. Kijk, eigenlijk is er een tweetal routes. Hè. Er vindt een beoordeling plaats door de regionale toetsingscommissie. En op het moment dat het oordeel is onzorgvuldig, dan kan het eigenlijk twee kanten op. Namelijk de kant van het tuchtrecht en de kant van het strafrecht. Ik denk dat dat ook zorgvuldig is, ook in de wetgeving zorgvuldig is. En de optie die mevrouw Tellegen naar voren brengt, die gaat er eigenlijk over. Zouden rechtsvragen ook op een andere manier te beantwoorden zijn dan via een strafrechtelijk proces waarin ook iemand wordt aangeklaagd. En daarvoor bestaat de suggestie van cassatie in belang der wet. En die suggestie die onderzoekt collega Grapperhaus op dit moment. En wij hopen op korte termijn in de richting van de Kamer te komen met een voorstel hoe hiermee om te gaan. Mevrouw Pia Dijkstra namens D66. Dank u wel, voorzitter. Heel blij dat de minister ook weer spreekt dat er sprake zou zijn van een verruiming. Want de hoogste rechter heeft gesproken over de jurisprudentie die er nu is voor de euthanasiewet. Heel belangrijk dus dat het ook gedeeld wordt en dat in die euthanasiecode wordt opgenomen. Mijn vraag aan de minister is, wil hij er ook op aandringen bij de KNMG dat zij de richtlijn euthanasie bij dementie aanpassen, ook passend bij de uitspraak van de Hoge Raad? De minister. Het zou kunnen dat men dat al heeft overwogen, maar ik zal dit nagaan in hoeverre dat op dit moment al aan het gebeuren is. Dus ik neem de suggestie van mevrouw Dijkstra graag mee. Ja. Dan ga ik naar mevrouw Dijkfaber en dan de heer Van der Molen. Mevrouw Dijkfaber, namens de ChristenUnie. Ja, voorzitter, dank u wel. Wat ik gewoon ingewikkeld vind in deze kwestie is dat je zeg maar, als autonome, wilsbekwame mens gezond in het leven staat, een wilsverklaring schrijft over een situatie later. Die je op dat moment dat je zo'n wilsverklaring schrijft gewoon nog niet goed kunt indenken. Dan is een verpleeghuis vaak een schrikbeeld. Dat is zeg maar het ingewikkelde in deze hele situatie. Is nu inderdaad de uitspraak van de Hoge Raad, moet ik die nu zo interpreteren, dat een wilsverklaring altijd gevolgd moet worden, ook op het moment dat iemand in een verpleeghuis is opgenomen en verder geen enkel signaal op wat voor manier dan ook geeft ongemak met het leven te ervaren of te lijden aan het leven.
De minister. Nee. Voorzitter, het is denk ik goed om te zeggen dat die wilsverklaring, die schriftelijke wilsverklaring, de mondelinge uiting van een wil kan vervangen. En dat is eigenlijk altijd al de interpretatie geweest die ik zelf en die het ministerie zelf heeft gegeven aan de wet. En dat betekent dat een vervanging is van één van de toetsingscriteria, namelijk het vrijwillig en weloverwogen komen tot een verzoek tot euthanasie. Daarmee blijven alle andere voorwaarden waaraan een euthanasieverzoek moet voldoen gewoon staan. En de beoordeling of sprake is van uitzichtloos lijden is gewoon een eigenstandig oordeel van een arts. En dat blijft ook zo. Dus het is niet zo dat het een verplichting is om die wilsverklaring linea recta uit te voeren. Uiteraard niet, zou ik willen zeggen. Dat kan ook niet, omdat het ook altijd vrijwillig is. Dus een arts is nooit verplicht. Er is geen recht op euthanasie te verkrijgen bij een arts. Zo werkt het ook niet. In die verhouding moeten we ook niet terechtkomen. Dat is niet goed. En er moet altijd getoetst worden aan alle voorwaarden waaraan de wet vraagt te voldoen. En dit is één van die voorwaarden waarbij de mondelinge uiting van wil ook vervangen kan worden door een schriftelijke uiting van wil. Daarover gaat deze uitspraak. Ja. Tweede vraag, mevrouw Dick-Faber. Voorzitter, ik dank de minister dat hij op dit punt een en ander verhelderd heeft. Wat ik wel merk, zeg maar, in mijn eigen omgeving, de verhalen die ik hoor van dokters, mensen in de verpleeghuis worden opgenomen met de schriftelijke wilsverklaring, zelf niet meer kunnen uiting geven in woorden dat ze die wilsverklaring hebben opgeschreven, ook niet de woorden uit de wilsverklaring kunnen herhalen, maar dat dan de familie toch zegt van ja, ons paps of ons mams wilde dit heel graag, deze euthanasie, maar dat een arts op zo'n moment dus geen tekenen ziet van ondraaglijk uitzichtloos lijden. Dus op zo'n moment wordt er toch door de familie een beroep gedaan op een arts. Dat is ook iets waar de KNMG voor waarschuwt. Ja. Hoe gaan we nou voor zorgen dat dit niet gaat gebeuren? Want je zult dan maar die dokter zijn en geconfronteerd worden met het een dementerende patiënt die verder geen signalen geeft te willen overlijden. De minister. Ik denk door altijd helder te zijn in wat er wel en wat er niet staat in de wet. En ik denk dat dat ook de reden is geweest, zo heb ik die in ieder geval altijd begrepen, van de coalitieafspraken. Om te zorgen dat we de informatievoorziening goed vindbaar maken en die informatievoorziening ook verhelderen. En onderdeel van die verhelderde informatievoorziening is de euthanasiecode van de RTE, om die proactief ook toe te sturen. Daarin staat exact wat een arts wel of niet wordt geacht te doen. Dit is slechts een verheldering ook op basis van de laatste jurisprudentie. Ik denk dat dat ook verstandig is om dat op die manier te doen. En ik denk dat we keer op keer in dat publieke debat over euthanasie ook heel precies moeten zijn. Er is geen wettelijk recht op euthanasie en artsen mogen zich niet onder druk gezet voelen om euthanasie uit te voeren. Aan de andere kant moeten we ook zeggen, een schriftelijke wilsverklaring kan inderdaad de mondelinge uiting van wil vervangen. En dat is ook altijd de rechtsinterpretatie geweest van de wet. Ja, de heer Van der Molen namens het CDA. Ja, voorzitter, collega Ploemen zei dat al, om dit onderwerp te bespreken bij vragenuur. Dat voelt dan een beetje heel erg beperkt, omdat dit echt om hele ingewikkelde situaties gaat. Mevrouw Ploemen heeft daar ook een opmerking over gemaakt, maar anders zouden we nooit medisch-ethische vraagstukken bij het mondeling vragenuur behandelen. Dus ik vind het ook belangrijk, als iets maatschappelijk speelt, dat ook hier plaatsvindt. Dat is de afweging. Ben ik het met u eens, voorzitter? Dat is natuurlijk uw keuze geweest. En ik vind het ook goed om op deze plek ook medische ethische onderwerpen bij de kop te pakken. Maar de beperking van de tijd speelt daarin wel een rol. Ja. En dan moet je je soms net even wat beperkter uitlaten dan dat je er ook nog wat gevoel in wil leggen. Dus dat was mijn opmerking, voorzitter. Maar de vraag aan de minister is toch ook, de minister geeft heel helder aan, de wet is niet veranderd. Dat is juist. Maar nu met elkaar te doen dat er niet iets veranderd is nadat er een uitspraak is van de Hoge Raad, is weer iets anders. Al was het maar dat de beroepsgroep zich daar ernstig mee bezighoudt. Omdat ze tot nu toe zeer afhoudend waren. De richtlijn waar collega Dijkstra het over had gehad van de KNMG zegt toch echt op dit moment, ja, op het moment dat een patiënt niet kan bevestigen, dan past dan afstand van de arts. En de Hoge Raad zegt tegen de beroepsgroep, die afstand hoeft daar eigenlijk niet zo te zijn. U kunt veel meer. Maar vooral op dat punt van die wilsonbekwaamheid. Want wij vragen van de arts daar een inschatting te maken. Heeft de minister nou echt de indruk dat al die betrokken artsen in dit soort gevallen ook u heeft meer spreektijd dan de vragensteller bijna. Er is een half minuut voor aanvullende vragen en niemand houdt zich daaraan. Dus u bent echt ver over uw spreektijd heen.
Bijna anderhalf minuut. Dan stel ik heel kort mijn vraag. Ik dacht dat u die al gesteld heeft. Heel kort. Heeft u, minister, de indruk dat het beoordelen van of iemand wils onbekwaam is voldoende geborgd is in de wet? Want dat komt in dit geval echt op aan. Punt. Dank u wel, meneer Van der Molen. Mijn indruk is van wel, voorzitter. Die beoordeling komt de arts toe en daaraan is niets veranderd. En dat is ook de reden dat mijn stelling is dat voor patiënten in een vergevorderd stadium voor dementie het aantal gevallen van euthanasie, het aantal keren dat een arts daarvoor zal kiezen, altijd heel beperkt zal blijven. Dus nogmaals, 2 dit jaar, 3 vorig jaar, heel beperkt. En ik denk dat het goede in ieder geval is van het aan de orde stellen bij dit vragenuurtje ook, dat ik nog een keer kan benadrukken dat er geen sprake is van een verruiming van regels. Dus ik denk ook dat dat helder moet zijn. Dit blijft altijd een kwestie van zorgvuldige afweging aan artsen. Er bestaat geen recht op euthanasie. Dat komt er ook niet. Het is altijd de ruimte die een arts heeft om een situatie te interpreteren. En de beoordeling van iemands wilsbekwaamheid is echt altijd aan de arts. Dank u wel. Dank u wel. En misschien voor de kijkers die niet snappen waarom... Het heeft niks met u te maken, hoor. Kijk het maar aan. Nee, het mondelinge vragenuur. Er zijn 4 minuten voor de vragensteller en 1,5 minuut voor aanvullende vragen. En anders moeten we maar 1,5 minuut... En u heeft bijna 2 minuten gesproken, meneer Van der Molen. Echt waar. Anders moeten we 1 vraag toelaten. Is ook goed. Ja, precies. Dat dacht ik. Dan kunnen we meneer Van der Hoven, meneer Verhoeven niet toelaten. Dat zou echt. Nou, het woord is nu. Dank u wel. Fijn dat u hier kon zijn. Dan geef ik nu het woord aan de heer Verhoeven namens D66 voor zijn vraag aan de minister van Defensie, die ik van harte welkom heet. En fijn dat u er weer bent, want u heeft ook een tijdje in quarantaine gezeten, heb ik begrepen. Bijna niemand ontkomt eraan. En de vraag gaat, van de heer Verhoeven gaat over het inloggen door een journalist in een geheime vergadering van EU-ministers. De heer Verhoeven. Voorzitter, dank u. En inderdaad goed om de minister weer te zien. Voorzitter, vrijdag twitterde de minister, mevrouw Bijleveld, over haar geheime vergadering met de EU-defensiecollega's van achter de keukentafel. Dat is weer eens wat anders, schreef ze. Hashtag quarantaine. Helaas nam ze in quarantaine geen cyberhygiëne in acht. Op de foto waren het inlogadres en een deel van de toegangscode zichtbaar. En met die informatie wist RTL-journalist Daniel Verlaan wel raad. Van een beveiligingsmuur was geen sprake en tot zijn eigen verbazing was hij direct de vergadering binnen. Voorzitter, fouten zijn menselijk. Maar een voetbaltrainer zou hier zeggen, op het hoogste niveau worden blunders direct afgestraft. En de Duitse krant Bild sprak zelfs van de laagzinnigste ministerin, de meest roekeloze minister. En de vraag is natuurlijk, hoe heeft dit kunnen gebeuren? En ik stel die vraag, voorzitter, ook in het licht van de grote cyber- en data-ambities van het ministerie. Defensie droomde laatst hardop over het op afstand stilzetten van auto's. En vorige week bleken ze een hele data-unit te bouwen om burgers te monitoren. En we zien het vaker. Vergaande high-tech, vergaande big data plannen, maar intussen de basale maatregelen niet op orde hebben. In 2016 mailde EZ-minister Kamp staatsgeheimen via Gmail. Maar onlangs concludeerde de Rekenkamer nog dat de staatsgeheimen van buitenlandse zaken slecht beveiligd waren door onvoldoende cybersecurity. En MIVD-baas Swillens waarschuwde vorige maand nog dat het niet veilig is om met iPads en smartphones in de bestuurskamers te vergaderen. Nou, premier Rutte die was achteraf blij, want die zei, nou, dankzij de minister, dankzij deze minister kunnen we weer even op het belang van cybersecurity wijzen. Mijn tweede vraag is daarom, gaat het kabinet dan ook serieuze stappen zetten om de cyberveiligheid te verbeteren? Komt er meer budget? Gaan we het bewustzijn vergroten? Komen er trainingen voor ministers die meedoen aan digitale vergaderingen? Het woord is aan de minister. Dank u wel, voorzitter. En fijn inderdaad om maar weer uit de quarantaine te kunnen zijn. Ik denk dat de vraag van de heer Verhoeven is helemaal terecht. En ik kan gewoon antwoord geven dat het echt gewoon stom was wat er is gebeurd. In de zin van dat heel makkelijk, doordat de inloggegevens voor een deel getwitterd zijn, een journalist in deze vergadering kon komen. Dus gewoon een slordige fout. Daar ben ik het totaal mee eens. Is overigens ook meteen gezegd vanuit de kant van mijn ministerie, zoals u weet. En ik heb daarvoor mijn
excuses aangeboden aan de heer Borrell. Dat is denk ik wat het is. Wat belangrijk is, denk ik, is dat, en dat was een van de bijdragen die ik ook heb geleverd overigens in deze vergadering, is dat de EU eigenlijk veel meer via beveiligde netwerken zou moeten vergaderen. Want u heeft daar een terecht punt dat dat beter moet. Daar hebben we ook met de EU over gesproken. We hebben ook zelfs hulp aangeboden, omdat dat beter kan. Geen enkel misverstand is daar voorzitter, over dit is een stomme fout, had niet mogen gebeuren. Daarvoor is excuus gemaakt en mij is helemaal duidelijk hoe het in elkaar zit. Dus daar hoeft geen extra cursus voor te komen. De heer Verhoeven. Fijn, voorzitter. Nou, dank dat de minister zo ruidelijk haar fout toegeeft. Dat siert haar. Maar wie maakte die foto nou eigenlijk? Voorzitter, de tweetbericht is zoals u weet door een medewerker gestuurd. De foto is gemaakt bij mij thuis. Helemaal waar. Maar de foto had gewoon niet op internet mogen staan. Dat is helder, omdat zo eenvoudig kon worden ingelogd. En dat is zoals het is. Dus u heeft het terechtpunt. Moet nooit meer gebeuren. En daar blijft het mij, wat mij betreft, bij. Voorzitter, dit is wel belangrijk. Ik vind het echt goed dat de minister zegt, sorry, dit kan gebeuren. En ik heb ook gezegd, fouten zijn menselijk. En ik zou zelf deze fout ook hebben kunnen maken. Maar, wie maakte die foto? Want dat is wel een vraag. En wie zette vervolgens die foto online? Want het ministerie heeft gesteld dat de tweet verzonden is door een medewerker van de minister. Maar zij zat thuis in quarantaine. Dus hoe ging dat dan precies? Was er een ambtenaar aanwezig? Mocht die daar dan wel zijn? Of nam een naaste de foto tijdens de vergadering, terwijl die al bezig was? En appte die de foto dan door naar die medewerker? Was die persoon dan wel bevoegd om aanwezig te zijn bij die vergadering? Was een vertrouwelijke vergadering? Deelde de minister al dus gerubriceerde of vertrouwelijke stukken met privépersonen? Hoe is het nou precies gegaan? Ik vind het goed dat de minister zegt, dit is een blunder, dat kan iedereen overkomen. Maar ik wil wel weten hoe dat gegaan is met betrekking tot het maken van de foto en het online zetten ervan in combinatie met quarantaine. Voorzitter, als u wilt weten wie de foto heeft gemaakt, die heb ik zelf gemaakt om aan te geven dat de vergadering was begonnen aan mijn mensen. Want dat moest wel gebeuren. Dus daar is geen enkel misverstand over. Overigens is het geen vergadering waar gerubriceerde gegevens werden gebruikt. Ik wil daar dat wel echt nadrukkelijk zeggen. Het was een geheime vergadering, omdat alle vergaderingen in die zin geheim zijn. Maar het is niet zo dat daar gerubriceerde gegevens worden gewisseld. Want dat mag niet via deze netwerk. En de foto is inderdaad door een medewerker, zoals aangegeven, getweet. Maar ook daar ben ik voor verantwoordelijk. Dus ook ik sta voor de medewerker. Dus het is mijn verantwoordelijkheid. Het is het account wat van de minister is. Dus de medewerker heeft aangegeven. Dat heeft RTL overigens ook gemeld in de uitzending. Vond ik heel keurig dat het heel vervelend en spijtig was. Dat heb ik u net ook nog een keer gezegd. Maar het is mijn verantwoordelijkheid. Ja. Dus je moet niet de medewerker aanspreken, maar je moet mij aanspreken in dit geval. En dat doet u ook. En ik heb gezegd dat het fout was. Voorzitter, ik zou nooit medewerkers aanspreken, maar ik vroeg gewoon wie de foto gemaakt heeft. De minister zegt nu dat zij zelf de foto gemaakt heeft. Mij verbaast het omdat de foto er wat uitzag als een foto die niet een selfie was. Maar dat kan ik mis hebben en ik vind dat ik de minister moet geloven als ze dat zegt. Dus zij zegt ik heb de foto zelf gemaakt. Ik heb ook begrepen, voorzitter, dat de Europese Raad zegt dat het binnentreden, intrusion, illegaal is. En dat ze bij de autoriteiten gaan rapporteren. En blijkbaar pakken we dus liever een journalist aan met goede bedoelingen, goede intenties. Om de vinger op de foute plek, op de zere plek te leggen. Dan dat we onze eigen beveiliging beter gaan regelen. Dus mijn vraag aan de minister is ook, we gaan toch geen stappen zetten tegen een journalist die de vinger op de zere plek legt, maar verder geen enkele schade berokkent. Hoe verhoudt de stap van de Europese Raad om naar de autoriteiten te gaan, zich tot responsible disclosure en het standpunt van Nederland dat ethische hackers juist beschermd moeten worden? Dus gaat Nederland zich in de Nederlandse of in de Europese Raad, gaat Nederland zich daar verzetten tegen de stap om deze journalist onder druk te gaan zetten? Voorzitter, op de vraag van de heer Verhoeven kan ik nog niet zeggen of dat
bijvoorbeeld wat in Europa gaat gebeuren. Daar is op dit moment geen zekerheid over. Het is zonneklaar dat, dat wat wij vinden, dat dat niet de bedoeling is. Dat is ook door ons aangegeven. En wij hebben juist aangegeven, ook gisteren nog via onze ambassadeurs, dat wij vinden dat, dat überhaupt de beveiliging van de Europese raden, dat die beter moet. Overigens, dat is misschien een beetje naar front, had ik dat zelf ook in mijn eigen bijdrage aan de orde gesteld, die ik daarvoor had gehouden. Omdat er eigenlijk geen secure lijnen zijn op dit moment om te vergaderen. En dat moet eigenlijk wel. Dus, maar dat, daar is Europa natuurlijk zelf voor verantwoordelijk, zoals u weet. En wij zullen ook dit punt, naar aanleiding van uw inbreng, nog weer een keer inbrengen. Maar ik had dat dus al in mijn eigen inbreng ook gedaan. Dank u wel, meneer Verhoeven. Dan ga ik naar mevrouw Karabulut en dan mevrouw Buitenweg en dan de heer Öztürk. Ja, is goed hoor. Dat mag. U heeft nog één vraag. Goed. Mevrouw Karabulut, zij gaat ook met mij onderhandelen. Ja, ik heb nog één vraag, denk ik. Ja, klopt. Even zekerheidshalve. Voorzitter, dank u wel. Dank ook aan de minister voor de beantwoording. Vorige week werden we natuurlijk opgeschrikt door het bericht dat Defensie de eigen burgers ons spioneert. Wat een beetje dom was. En ook dit is natuurlijk een beetje dom. En voorzitter, het is goed dat de minister het boetekleed aantrekt en daar de volledige verantwoordelijkheid voor op zich neemt. Wat ik nog wel heel expliciet van de minister wil horen, is dat de minister zich op alle mogelijke manieren zal inspannen om te voorkomen dat er ook maar een enkele aanklacht tegen Daniel Verlaan, de journalist in kwestie, die dit heeft blootgelegd, dat de minister daar mocht Borrell en andere Europese leiders het in hun hoofd halen om de journalisten te willen aanklagen of wat dan ook voor een misdrijf. Ja. Dat de minister zich inzet om dat te voorkomen en pal staat voor de rechten van deze journalisten. De minister. Voorzitter, ik weet op dit moment niet precies hoe het daarvoor staat. Hè, want dat heb ik net al geantwoord in de richting van de heer Verhoeven. Maar ik vind inderdaad dat de journalist geen enkele blaam treft. Zoals hij ook heeft aangegeven zelf, en dat vond ik eigenlijk heel goed. Hij heeft aan de orde gesteld dat het heel eenvoudig was, wat niet zou moeten hè, in dit geval. En dat maakt één cent te meer, maar duidelijk hoe belangrijk het is dat er op Europees niveau beter wordt gekeken naar beveiligde lijnen. En dat standpunt hebben wij ook al ingebracht. Dus ik zal dat zeker bespreken. Daar kunt u van op aan. Op het eerste punt dat mevrouw Karabulut aan de orde had, ik neem even afstand van haar manier van aanduiding. Maar daar is een brief over gevraagd door de Kamer. Over dat LIMSI. En die zal uw Kamer, denk eind van deze week of begin van volgende week bereiken, omdat u die gevraagd hebt voor de begrotingsbehandeling. En die krijgt u dus ook voor de begrotingsbehandeling. Maar ik neem even afstand van de duiding die u daaraan geeft. Dat wil ik hier ook wel gezegd hebben. Het zijn ook de woorden van mevrouw Karabulut. Zeker. Mevrouw Buitenweg namens GroenLinks. Dank u wel. Ik begrijp dat er nog geen duidelijkheid is of inderdaad de journalist vervolgd wordt, maar ik neem aan dat de minister ons daar dan van op de hoogte gaat houden. Ik vind het wel meer dan dom. Want dat wordt nu gedaan, een stomme fout, een slordige fout, dingen kunnen gebeuren. Dit is sprake van een trend. Ik bedoel, er was een rapport van de autoriteit persoonsgegevens. Van de Algemene Rekenkamer enige jaren geleden. Daarin werd gezegd dat de standaard wachtwoorden nog werden gebruikt die via Google te vinden zijn. Dat het mogelijk was om een e-mail te sturen uit naam van de commandant ter strijdkrachten. Dat waren gewoon basale dingen. En er lijkt te weinig bewustzijn te zijn dat de tijden echt veranderd zijn. En dat zulke stomme foutjes dus niet veroorloofd kunnen worden. Dus wat gaat er dan gebeuren? De minister zei, ja, ik heb geen training nodig. Maar het lijkt toch wel degelijk nodig dat er veel meer bewustzijn komt in de organisatie dat dit de type fouten zijn die je zulke organisatie niet kan veroorloven. De minister. Voorzitter, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we in Europa, want daar gaat het hier om, op een andere manier gaan vergaderen. Want dat is wat natuurlijk hier aan de orde is, ik heb op het eerste punt, voorzitter, heb ik net helemaal gezegd dat het fout was. En dat ik de verantwoordelijkheid daarvoor neem. Maar het gaat hier vooral om dat we op Europees niveau op een andere manier via veilige lijnen moeten gaan vergaderen. Dit zo eenvoudig ook binnenkomen, dat had nooit gemoeten. Het is terecht dat de journalist dat aan de orde heeft gesteld op deze manier. Als het gaat om bewustwording in brede zin van het werken met
met data en van veilig werken. Dan kunt u ervan op aan dat ik als geen ander, dat stond overigens ook in het niet door de heer Verhoeven geciteerde deel van het beeldartikel, dat ik als geen ander daar voortdurend voor pleit, omdat ik denk dat er een veel te grote naïviteit breed is. Dat maakt het nog navranter en erger, want ik had het ook in mijn bijdrage gedaan, dat het is gebeurd. Het is niet anders. Het is fout, eens maar nooit weer zou ik willen zeggen. Dus het is terecht dat die vragen er zijn. Maar het zegt wel degelijk wat, ook over hoe op Europees niveau anders moet worden vergaderd. Ja. De heer Öztürk, namens DENK. Ja, voorzitter, iedereen kan een fout maken. De minister zegt het was dom, stom. Excuus daarvoor. Maar wat ik wel jammer vind is dat zij niet op de vragen ingaat van de collega's, waarin ze haar toch vragen van wilt u toch een cursus nemen of meer maatregelen nemen om dit soort fouten te voorkomen. Het gaat uiteindelijk om nationale veiligheid van ons allen. En dit is toch een rukeloze blunder. Wilt u toch echt ingaan dat u toch, niet alleen u, maar met uw omgeving toch die trainingen wil volgen en maatregelen wil nemen dat dit echt niet meer gebeurt. Want op het moment dat het weer gebeurt, komt hij niet meer weg met een excuus of een stom verhaal. Dus u moet wel nu echt laten zien aan de Kamer dat u echt dit serieus neemt. Ja. De minister. Voorzitter, ik neem het meer dan serieus. Ik bedoel, dat heb ik van het begin af aan gezegd. Desalniettemin blijft het gewoon natuurlijk een domme fout die is gemaakt. Waar ik voor verantwoordelijk ben, ik heb het niet zelf geplaatst, maar ik ben daarvoor verantwoordelijk. Fout is natuurlijk vooral ook dat er zo makkelijk in zo'n vergadering kan worden gekomen. Dus daar moeten we echt op Europees niveau naar kijken. Ja. Tweede vraag, de heer Öztürk. Ja, voorzitter, ik vind dat niet echt getuige van het gevoel geven aan de Kamer van we gaan echt intern dit echt uitzoeken en met maatregelen komen, vind ik jammer. De heer Verhoeven had een terechte vraag, hoe is die foto gemaakt? En het antwoord is, ik heb het zelf gemaakt. Nou, ik weet niet hoe creatief onze minister is, maar het is toch een hele rare, als je kijkt naar de foto, om die toch zelf te maken. Dus ik zou de minister toch willen vragen om daar iets meer duidelijkheid te geven. Als iemand binnen de familie het heeft gemaakt, mag ook, maar zeg het dan heel eerlijk. Maar dan weten we dat ook. Het kan niet zo zijn dat die foto zomaar door iets is gemaakt. Het lijkt me heel stug, laat ik zo zeggen. Dus ik zou de minister toch willen vragen om iets meer openheid te geven over deze zaak. Nou, voorzitter, ik kan niet anders zeggen dan dat ik die foto zelf gemaakt heb. Ik denk dat u de verkeerde foto voor ogen heeft als u daar naar kijkt. Want het gaat om de foto van het beeld van de vergadering. En die kon gewoon door mijzelf gemaakt worden. Want het gaat over een foto van het screen waarop vergaderd werd. Dat is de foto waar het om gaat. Er was een andere foto ook, zeker. Die is niet door mijzelf gemaakt, die is al voor de vergadering gemaakt. De heer André Bosman namens de VVD. Ja, voorzitter, dank. Ten aanzien van de rol van de minister helder. Maar het is natuurlijk breder, want het zit ook in de Europese Commissie, bij de hoge vertegenwoordiger. En dan zegt de minister iedere keer van er moet anders vergaderd worden. Maar het gaat om een stukje bewustwording, de basisbewustwording. Hoe kan het zijn dat je zonder tussenkomst van wie dan ook zomaar een vergadering binnenloopt? De gemiddelde fractievergadering heeft al een hogere toetsing dan deze vergadering. Dus ik vind het oneerlijk om te zeggen van goh, we moeten anders vergaderen. De rol van de heer Borrell vind ik hier ook iets wat we ter discussie kunnen stellen, want het is ook zijn verantwoordelijkheid. En dat gekoppeld aan de rol van de journalist, waarbij ik alleen maar tevreden kan zijn over de rol van de journalist. En het enige wat de heer Borrell zou moeten doen is een uitnodiging aan deze journalist voor een interview om uit te leggen hoe hij het in de toekomst beter gaat doen. Voorzitter, de suggestie van de heer Bosman die heb ik zelf ook inderdaad voor ogen. Ik ben zelf overigens ook van plan om met de heer Verlaan te gaan praten. Omdat er hier heel wat van te leren is inderdaad. En het lijkt mij heel zinnig inderdaad om dat op Europees niveau ook te doen. Maar dat kan ik alleen suggereren. En dat heb ik zal ik in die zin ook doen. En zoals ik net al zei in de antwoorden aan de heer Verhoeven. Ja. Vind ik dat ook RTL en de heer Verlaan dat ook heel keurig hebben gedaan. Want ze hebben gezegd namelijk dat ze het deden om te laten zien hoe makkelijk het was en om van te leren. En de heer Bosman heeft gelijk. Als er een host tussen zou zitten, was het al niet zo makkelijk geweest. Dat is helemaal waar.
En de heer Verhoeven heeft een vraag die nog niet is gesteld. De heer Verhoeven namens D66. Nou ja, voorzitter, inderdaad, er is natuurlijk veel gedoe over die foto's en over de gang van zaken en over de manier waarop die foto dan online gekomen is. Nou, daar heeft de minister het een en ander over gezegd. De minister is ook ruidelijk geweest over haar fout. Maar ik denk toch echt dat zij hier heel duidelijk moet zeggen dat er geen... Ze zegt ook dat de journalist Daniel Vlaan het op een nette manier gedaan heeft. Dat heet ethisch hacken. Dat heeft zonder schade proberen te laten zien dat er iets mis is in de veiligheid van digitale systemen. Dan moet de minister toch zeggen, wij gaan op geen enkele manier toestaan dat die journalist onder druk wordt gezet door de Europese Raad. Dat is dan toch zonneklaar? Ja, voorzitter, maar ik dacht dat ik dat ook had gezegd. Ik heb alleen gezegd, ik weet op dit moment niet, want u bracht dat als vaststaand feit. Ik weet niet of dat een vaststaand feit is, heb ik gezegd. Maar ik heb in antwoord op mevrouw Karabeloet ook gezegd dat ik vind dat dat geenszins kan. Dus dat ik daarvoor sta. Dank u wel. Dank u wel. Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van de mondelinge vragen. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken en dan gaan we stemmen. Ja, is goed.